Goed mensen, ik ben zo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PM Survival. Jongens, ik heb hartstikke veel zin in. Voordat we gaan beginnen wil ik in ieder geval zeggen... Ja, ik heb inderdaad geen koptelefoon op. Waarom heb je geen koptelefoon op, Sam? Nou, wow, het is hier best wel warm. 27 eh, graden. Het regent, dus ik kan ook niet buiten zitten. Wat best wel heel crap is. En gelukkig horen jullie eindelijk de regen niet. En waarom horen jullie dat niet? Omdat ik beneden zit. Nou, dat zit ik eigenlijk best wel lang. In ieder geval jongens, ik ben helemaal gehyped. Um, Dit dus zou eigenlijk de laatste dag zijn. Ook al weet, ben ik daar gewoon nog niet zeker over. Dat dit de laatste dag zal zijn Of misschien wel als ik dood ga wel Nee grapje um, Ik weet het gewoon nog niet 100% Of dit de laatste dag is Want ik vind het ook gewoon hartstikke leuk om te doen En iets wat je leuk vindt moet je eigenlijk niet stoppen Dat vind ik Ehm, um, weet je wat, ik doe gewoon even slash home, dan ga ik even naar boven, weet je, één keer gecheat, want ik wil eigenlijk meteen op Wall of Fame fixen, want anders ga ik vergeten, en dat vind ik niet leuk, en ik moet zometeen toch eigenlijk naar beneden, dus eigenlijk is het niet zo super slim. Maar, maakt niet uit, maakt niet uit. Jongens, um, voordat we gaan beginnen, ik heb in ieder geval iets leuks te laten zien, ehm, um, ik ben er fucking blij mee, als jullie op mijn Twitter volgen, hebben jullie het al gezien, check dit, what, hij past helemaal niet op elkaar, hij, hij is fucking groot, hij is fucking zwaar, ehm. Um, ik weet niet of jullie dat horen, echt staal. Fucking vet ding, het is dus een zwaard. Uh, Oké. Okay. En, Sam, waarom in godsnaam koop jij een zwaard? Ben je fucking gek of zo? Ga je in real life roleplay of zo? What the fuck, Sam, zo, waarom zou je dat doen? Nou? Oh my god, waarom koop jij een zwaard? Ik vind het vet. Ja, het is een leuke decoratie voor op mijn kamer. Voor, op mijn nieuwe voor in mijn nieuwe huis. Um, het is gewoon leuk. Het is gewoon een leuk extraatje. En hij kwam vandaag toevallig binnen. Wall of Fame wat op het geworden van Marcimo Spaan. Bro of Broin, gefeliciteerd. Je staat op de Wall of Fame. Maar in ieder geval, mij leek het wel leuk om uh, een zwaard te kopen. Simpel, simpel gezegd eigenlijk. Mij leek het gewoon echt leuk. ...om een zwaard te kopen. En nou, ik heb het niet gekocht. Hij is, het is eigenlijk een cadeautje van mijn vader. En ik ben er hartstikke blij mee. Ik vind het een super tof ding. Hij is zwaar. Hij, je kan hem serieus niet in één hand... Je kan hem in één hand dragen. Alleen je kan er niet mee uh, swingen in één hand. Dus je kan niet, laat ik zeggen, met één hand solo Want dat ding is ontzettend zwaar. Hij is niet scherp. Hij is uh, onscherp. Dus uh, maak daar ook geen zorgen om. Dat ik ineens uh, de dood maak of zo. Dat ding heb ik expres ontschreven. Je kon hem ook scherp kopen. Ten eerste, daar heb je een vergunning voor nodig. En ten tweede, dat schiet je eigenlijk helemaal niks mee op als je hem scherp koopt. Want, ja, kijk, kijk, mij. Kijk, kijk ik heb een scherpe. Ik heb een fucking. Oh, een beetje lek daar zo. Ik heb een scherpe. Een, 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 een scherp zwaard. Dat wil ik zeggen. Ik heb een scherp zwaard. Oké. Okay. En nu? Weet je, je hebt een moordwapen letterlijk in je hand. Wat, wat, wat nu? Je wilt ons gaan vermoorden of zo. Yes. Voor mij onscherp was het uh, meer, meer dan genoeg. Ik vond het prima. Ik vind hem fucking vet. Hij is... Uh, hij, hij, hij voelt heel vet te gaan. Alleen uh, ik denk dat dat wax is of zo. Ik denk dat het uiteindelijk wel weggaat. Uh, ik denk dat het wax is hoor. Want je wax als het goed is een zwaard. Ik weet het niet. Um, hij is fucking vet. Uh, ik heb hem serieus... Zo wou ik hem ook. zo, zo zwaard. Hier, daar ligt hij. Daar staat hij. Woep. En hij is. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ik vind hem super chill. Super Zit super, super chill. Uh, dus ja. Hoe was mijn week? Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Nou, jongens, ik zal jullie het vertellen. Ik heb uh, gekke, maar ook echt gekke opnames vandaag. Of gisteren gehad, sorry. Gisteren. Wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb met Roy het gameportaal. En. Oh nee, dat was het eigenlijk. Ik niet met Roy. Al deze games en het gameportaal kan ik beter zeggen. Sorry, uh, Bo. ...hebben wij opgenomen. En wat hebben we opgenomen? Een, een hele speciale video. Wat een, een, een real life game video. Laat ik het zo houden. Uh, ik kan misschien wel een paar spoilers geven. Als jullie dat niet willen, moet je maar even snel uh, muten. Dan doe ik mijn duimpje omhoog als ik klaar ben. Um, wij gaan de Tin Can Challenge doen. En dat is een, best wel een hele vette challenge. Daar kwam Roy mee. Van hey, je moet de Tin Can Challenge doen. Bla bla bla. Dat is het leuk? Dus die doen we. En nu doe ik een duimpje omhoog. Want nu gaan we er niet meer over praten. Maar de opnames waren hartstikke leuk. Uh, goed gelukt. We hebben het uit meerdere standpunten gefilmd, wat ook natuurlijk super vet is. En uh, ja, het komt waarschijnlijk binnenkort op PM. Uh, het komt op PM, Aldi's Games en het Gameportaal. We wisselen trouwens af zes video's, uh, twee op elk kanaal, uh, heen en weer. Dus laat ik zeggen, eerst PM, dan HGP, dan Aldi's Games, dan Aldi's Games, HGP en PM. Dus wij zijn als laatste. En dat was een idee dus van Ronald en mij om een paar challenges te doen. En we wouden het eerst anders aanpakken. En toen kwam, kwamen we ineens met dit idee. Toen dachten we van: Nou, weet je, dat is gewoon zo'n goed idee dat we dit gewoon gaan doen. Dus uh, dat is super leuk. Hartstikke gezellig. Uh, Ronald, Damien, of Damien, wat? Ro Ronald, Roy en Bo bleven ook nog slapen. Hartstikke gezellig. Leuke, leuke horrorfilm hebben we gekeken. Nou, leuk was hij niet. Het was uh, een hele magere horrorgame. Hier ben ik al geweest, hè? of niet? Ik zie je licht. Het was een maag, het was de Oculus. Ik vond hem niet eng. Hij was meer mindfuckerig. Ik raad hem wel aan om te kijken, eerlijk gezegd. Hij is, het is een leuke film om uh, mee te maken. Als je het niet van horror houdt. Het is niet een extreem horror. Iets schrikter. Je, je kan er van schrikken, dat ik zou houden. Maar het is, het is geen extreme horror waar je echt gewoon in je broek gaat poepen omdat hij zo bang of eng is. Dus dat is, uh, dat is het niet. Het is wel een uh, leuke horror. Om even te kijken, misschien met een paar vrienden. Het is, uh, het is niet de beste, maar hij is wel leuk. Dus jongens, wat heb ik vandaag allemaal eigenlijk gedaan? Dat uh, willen jullie ook best wel vaak weten. Wat is dit trouwens? Dit ziet er echt fucking weird uit. Het ziet er echt heel weird uit. Ik zoek gewoon diamonds. Ik zoek letterlijk gewoon diamonds. Ik wil diamonds. I'm like diamonds. Oké, okay, ik ga niet zingen. Ik ga niet zingen, jongens. Dat gaat niet goed komen. Um, ik zou vandaag livestreamen. Ik weet het niet eerlijk, zelf doorgaan. Het is nu al half vier, jongens. En daarom is er eigenlijk ook maar één video online gekomen. Excuses daarvoor. Ik heb gelivestreamd. En ik hoop dat het dat een beetje goed maakt. Ik had gewoon echt geen tijd meer. En. Dat is misschien ook wel een leuk onderwerp om over te praten. Videos. Hoeveel video's moet je nou eigenlijk maken voor je kanaal? En hoeveel video's is nou eigenlijk goed voor je kanaal om te hebben? Nou, als ik eerlijk mag zijn, één keer per week is goed. Eén keer per dag is goed. Vijf keer per dag is eigenlijk iets minder. Waarom vind ik dat? Nou, laat ik zeggen. Je moet altijd. Um, ik ga nu trouwens stripminen voor diamonds. Dus ik ga ondertussen over dit onderwerp praten. Terwijl wij zitten te mijnen. Leuk hè jongens. Hartstikke leuk. Ik, ik, ik hou van dit. Oh, we hebben diamonds gewonnen. In ieder geval. Um, waarom heb jij eigenlijk veel video's nodig tegenwoordig. om succesvol te zijn? Nou, omdat dat uh, onze concurrenten doen. Heb ik zo'n wat gevoel. Uh, qua gaming moet jij minimaal twee video's uploaden. om wat te verdienen en om rond te komen. En om groot te groeien. Als jij als je al net zo groot bent als ons. klinkt heel erg egoïstisch. <laughs> dat bedoel ik niet zo. Uh, als je in ieder geval uh, rond de 20.000 subs hebt. is het handig om twee video's per dag te doen. Daar kom ik zo meteen wel op. Maar. Amerikaanse YouTubers doen soms. Uh, die Minecraft bijvoorbeeld doen. Tenminste, toen die tijd toen ik ze keek. deden ze maar één video per dag. Bijvoorbeeld Jogscast. die deed toen één video per dag. Is dat goed? Is dat slecht? Nou, weet je wat? Eigenlijk vind ik dat goed. Dan lever je kwaliteitsvideo's. leef je video's die, uh, waar, waar je tijd in gaat steken. En waar je eigenlijk elke keer trots op bent als je hem online zet. En dat is allemaal waar. Ik bedoel, kijk naar Ronald. Ronald maakt eigenlijk geen dagelijkse video. Nog niet, denk ik. Uh, maar hij stopt heel veel tijd in zijn video's. En die worden ook goed bekeken. Nu denken jullie waarschijnlijk van, Sam, waarom doe jij dat niet? Waarom maak jij dan niet zulke kwaliteitsvideo's die dan waarschijnlijk meer wordt bekeken dan een normale video? Nou, dan kom je op het volgende punt. Hoe meer video's, hoe meer views je krijgt uiteindelijk. Ik bedoel, dat is logisch. Mensen klikken het als je je vervult en ze klikken door. Dus, waarom hebben wij dan soms twee of één video? Of uh, twee of drie video's. Nou, laat ik zeggen, wij hebben een, een standaard serie altijd lopen. Een Survival, deze Survival die komt altijd automatisch online. Hier gaat niet veel werk in. Hier zit serieus niet veel werk in. En geloof me, in elke Survival die iedereen uploadt, al is het Amerikaans, al is het uh, Nederlands, als je geen geknipper in ziet, als het in één keer wordt opgenomen, zit er niet veel tijd in. Geloof me, als er 30 plus video's zijn, zit er gewoon simpelweg niet veel tijd in. Het is gewoon zo, want alleen, alleen qua opnemen zit er veel tijd in, maar qua editen niet. En renderen mag je eigenlijk, vind ik eigenlijk. Uh, ik vind renderen mag je en uploaden mag je niet meetellen met uh, wat voor werk jij doet. Je kan, als jij een goede computer hebt, kan het alle twee. Uh, je kan bijvoorbeeld, ik kan bijvoorbeeld renderen en video's opnemen tegelijk. Alleen heb ik wel soms wat frame drops. Wat natuurlijk wel ten koste gaat van je gameplay. Wat natuurlijk jammer is. Alleen, uh, waar, waarom heb je dan minimaal twee video's nodig? Nou, twee video's heb je eigenlijk nodig als jij uh, groot wil worden, om zo te zeggen. Ik bedoel, als jij één video per dag uploadt. en dat wordt uh, heel veel bekeken. laat ik zeggen, pak ik smoor erbij. Smoor, uh, upload één keer per maand als het goed is, een video, denk ik. Um, die wordt gewoon heel veel bekeken. Maar kan jij denk je meer eruit halen als jij drie, vier video's upload per week dan één video per week? Dan haal je er meer uit, alleen krijg je in totaal minder views op je video's. Omdat niet iedereen dezelfde video overkijkt. Laat ik zeggen, als ik één video per week upload... En ik maak hier trouwens een diamond pick, want die gaat even wat langer mee. Dan... Als, als ik één, één keer per week een video upload, dan... dan, dan Zet je die op je homepage en je checkt even. Oeh, we kunnen. Nee, ik heb geen vis. God damn it. Dan kan jij eigenlijk. Ik ga trouwens weer even naar beneden. Want ik heb zo. Ik wil meer diamond. Ik wil serieus meer diamond hebben. <laughs> maar in ieder geval, dan, dan, dan klik... ga jij naar hun kanaal en check ergens van. Hebben ze nog een nieuwe video? Nee. Dan start je die andere video op. En dan kan jij. Ik weet niet of je dat doet. Maar dan kan jij natuurlijk nog even blijven. Even kijken of het. Uh... Oh, je hebt hem al gezien, maar het is een week geleden. Dus misschien kijk je nog even of er wat nieuws is of weet ik veel wat. En die video speelt on ondertussen al. En daar krijg je ook weer een view erbij. Dus daarom is ook een hele grote reden waarom sommige video's heel veel zijn bekeken. Uh, als zij op, of als bijvoorbeeld op jouw hoofdpagina staan van je kanaal. En als jij dat één keer per week verandert, dan krijg je die week krijg je heel veel views op die video. Als je één keer per week een video uploadt of één keer per dag. Dan gaat iedereen daar naartoe kijken en iedereen is natuurlijk benieuwd naar wat voor video het is. Dus er is eigenlijk geen beter. En het is alle twee evenveel werk. Want ik hoop in ieder geval, als jij twee, oh, één video per dag doet, dat je daar natuurlijk lang aan zit. Dat je daar misschien twee, drie tot vier uur aan zit aan die video. Om het helemaal te perfectioneren, om het helemaal goed te maken. En dan heb jij een video af. Je kan ook vijf tot zes video's uploaden. Um, dan krijg je ook meer een community kanaal. Met name DDG. Dan krijg jij eigenlijk niet alles op je naam. Oeh, nog meer diamonds. Dan krijg jij niet alles op je naam. Want je doet het dan als een community. Dus laat ik zeggen, David krijgt niet alle credits. Want HGP krijgt ook de credits. Uh, wie, wie zit dan nog meer bij of krijgt ook nog credits. En die uploaden eigenlijk allemaal op DDG. En dat, dat is heel erg tactisch. Dat is serieus heel erg tactisch. Alleen. Is dat leuk voor de kijker? Kijkers vinden het leuk. Alleen waarom? Dat, 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 zo, zo zie ik het hoor. Ik vind het een geniaal project. Ik moet niet zeggen dat ik het haat of zo. Want wij doen het zelf ook. Maar um, soms is het beter ook om je eigen kanaal daarin te pompen. Alleen soms is het ook weer beter om, jou, uh, om, om hulp te krijgen van andere kanalen. En uh, dat, dat is heel erg tricky, geloof me. Het is heel erg moeilijk als jij al. Zoals bijvoorbeeld al deze games heeft alles eigenlijk al. Uh, ...alleen gedaan... ...die hebben serieus zo hard gewerkt... ...om die 3000 abonnees bij elkaar te halen... ...of 2000, ik weet niet meer... ...toen hun bij PM kwamen... Um, ...en daar hebben ze zo hard om gewerkt... ...en ineens... ...zijn het eigenlijk... ...hoor je, dan merge je eigenlijk met elkaar... ...dan hebben hun PM-fans en wij hebben ATG-fans... ...is dat goed, is dat slecht? Dat kan heel slecht vallen... ...want wat nou als al mijn kijkers... ...echt serieus iedereen... Uh, ...ATG niet leuk vindt, maar ATG vindt ons wel leuk je? dan heeft ATG krijgt er helemaal niks van en uh, wij krijgen daar heel veel van. En dat kan er heel erg naar uitpakken. En daarom is het altijd wel een groot risico. Zodra jij een community kanaal begint, is het ten eerste je team moet met elkaar kunnen werken. Ten tweede, het kan een hele grote risico zijn, want vinden de kijkers dat wel leuk? Dat is daarom moeilijk. En dan geef ik één tip: ga eerst met elkaar rustig opnemen voordat je iemand in het team gooit dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom uh, niet meer video's uh, beter zijn of één video beter zijn want het is alle twee even goed alleen als jij echt groot wil groeien zorg ervoor dat je meer series hebt dat is eigenlijk het enige punt waarmee uh, ik kan komen want meer video's is meer publiek uiteindelijk is meer uh, diepte in jouw kijkers dus die denken meer van hé. Hey, hij doet meerdere series. Maar als jij één hele vette serie hebt die bijvoorbeeld een uur lang is. En die upload je elke dag waar je heel hard aan zit te werken. Dan kan er ook weer. Dan zou, dat zijn eigenlijk drie vier video's in één. Als jij het een uur. Want sommige average video's zijn meestal 15 minuten. Dus dat, zo kan je het ook weer aanpakken dat je hele lange video's maakt. Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet zo vaak gezien. Um, dan kan je ook nog één keer per week uploaden, maar dan moet de video extreem goed zijn, vind ik. Uh, Kijk naar... Nou, moet ik even goed nadenken, hoor. Je hebt uh, pff, Smosh, bijvoorbeeld, die je uploadt als het goed is één keer per week. Nou, dat zijn extreem goede video's. Uh, smore, ook bijvoorbeeld. Dat zijn ook goede video's. Alleen, daar kan misschien net wel even iets meer over nagedacht zijn. Zit ik soms te denken. Als, als, ik, als ik zit, denk ik van, heb je hier een maand aan gewerkt? Dus, uh, ja, ja je, kan, je kan het allemaal verschillend aanpakken. En ieder... Ieder heeft natuurlijk zijn eigen manier en iedereen heeft zijn eigenlijk eigen tactiek daarin. Uh, geen enkele YouTuber is hetzelfde. Dat is, dat is gewoon puur waar. In ieder geval, jongens, dit was weer een les met Sam. What the fuck? Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Als je hem leuk vond, vergeet dan zeker even niet op dat blauwe duimpje te klikken. Dat zou ik super leuk vinden. En dan check ik jullie gewoon bij de volgende aflevering. Ik zeg het gewoon, van de PM Survival. Jongens, 175, niet het einde. Laten we de 200 gaan aan, 300 gaan halen. Bedankt voor het kijken. En ik zeg. Hers.